Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianant Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 23 hier in Frankrijk. We hebben in totaal 8 punten gescoord dit seizoen. Hopelijk kunnen wij dus vandaag wat meer punten bij gaan sprokkelen. Maar heb je die vorige video in Oostenrijk gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan direct boven het i'tje. Klik erop en dan zie je de video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We gaan lekker met de abonnees. Hartstikke fijn daarvoor. Het doel is gewoon om de 150 abonnees aan te tikken. Dus ja, gewoon abonneren zou ik zeggen. Wel hebben wij een aantal componenten verloren. Dus die moeten wij opnieuw gaan bestellen, helaas. Er komen een kleine en een grote aerodynamica update eraan. Dus ja, dat klinkt allemaal wel nice en gaaf. Wauw! We hebben ook veel geld op de bank. Waarom? We hadden de sponsorendoelen behaald in de vorige race. Oscar Piastri heeft helaas nog geen punt gescoord. Jammer. Vorig seizoen dus 14 punten gehaald. Dit seizoen staan wij in ieder geval op 8 punten. Dus ja, misschien kunnen wij wel meer punten gaan halen dit seizoen. Maar goed, dan is het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 23. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie voor de Grote Prijs van Frankrijk. Hopelijk kunnen wij doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel. Het gaat nogal lastig worden, denk ik. Maar je weet het maar nooit. DRS dus geopend. En dan moeten wij zometeen kijken wat deze rondetijd gaat worden. De eerste twee bochten nemen wij heel erg goed. Ik kom aan bij het einde van mijn eerste run hier in Frankrijk, terwijl Charles Leclerc een 1.32.6 laat noteren. Wij missen daar de apex en moeten helaas de laatste bocht een beetje meelopen spelen, een beetje afsnijden om de bocht nog te halen. Goed verhaal! En dan noteren wij een derde tijd met een 1.33.1. Op een halve seconde van Charles Leclerc. Dat is inmiddels een P13 geworden. En dus zijn wij er op een verse set weer naar buiten gegaan. Heel veel jongens rijden nu in een outlap. En ze moeten mij allemaal voorbij laten. Een gele vlag omdat daar even iemand op de rem ging staan. Dat was volgens mij Yuki Tsunoda die uit de pitstraat kwam. Verstappen laat mij ook mooi voorbij. We pakken een paar tiende tijdwinst op mijn eigen tijd. Ongeveer 2/10. Dus we zitten aan de goede kant van de streep. Ongeveer 1 minuut en 30 seconden op de klok. Hier ga ik weer te wijd. DRS hier geopend en krijgen een track limits waarschuwing. En dan noteren wij een negende tijd. Met een 1.32.8. Jazeker. Goed gedaan. En zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. Met nog ongeveer 2 minuten op de klok. Gaan wij proberen om een goede rondetijd neer te zetten voor de race voor morgen. Oftewel, voor zometeen. Nemen we daar het DRS-bord per ongeluk mee. En DRS dus ook weer geopend. En dan is het gewoon kijken wat wij kunnen doen in Q2. Helaas, die eerste bocht zat daar even niet op te letten en stuurde iets te vroeg in. Komen we aan bij het einde van mijn ronde met nog ongeveer 20 seconden op de klok. Hier weer DRS geopend. En dan wordt onze tijd een 1. 32.6 op een P11, P12 bedoel ik. We zijn doorgewezen naar de 12e plek en kunnen misschien ons nog gaan verbeteren.
en de vlag hangt over 3 seconden uit. En dat is nu. We kunnen ons nog gaan verbeteren. Zitten in het rood bij de delta. Nu weer in het groen. Maar dan kom ik daar helaas op een aantal broodjes en de ronde is weg. De ronde is weg en mijn kans om door te komen naar het derde kwalificatiedeel is ook helemaal weg. Dat betekent, wij staan dus op een P13 op de startgrid. Russell het snelste, Leclerc 2, Sainz 3. Toch nog een goede kwalificatie is het op naar de race voor aflevering nummer 23. Welcome along to France, one of the great racing meccas, host of the world famous Tour de France, and widely thought of as giving birth to the art of motor racing in the late 1800s. How far we've come since then. As this year's race gets underway, it's time, of course, for the French Grand Prix. A lap of Paul Ricard then consists of 15 corners and a total length of around 3.6 miles. Drivers will need to position their cars carefully on the exit of the flat out turn 10, ready for the double apex right-hander at 11. Watch out for potential overtaking action at the end of the start-finish straight and into the heavy braking zone of turn 8. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. It's Carlos Sainz in pole position and it's Charles Leclerc in P2. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Norris, Max Verstappen and Perez, Ricciardo, Fernando Alonso, Hamilton and Alex Albon, Ocon, Mick Schumacher, The Professor and Tictum, Tsunoda, Gasly, Lance Stroll and Robert Schwartzman, Magnussen, Joe, Latifi and Oscar Piastri. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. It's just about time to go to the track for the beginning of the race, but before we do, Natalie Pinkham, what types of strategy do you think we can expect going into today's race? Well, there's a lot that both driver and the team have to keep in mind when going into a race. The tyres, fuel, energy recovery system, the list goes on and on. But I think the key to today's victory will come down to the pit stop strategy. Come in too soon and you might find yourself needing more than one stop. Too late and you're putting yourself at a disadvantage by spending longer on worn tyres. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij meenemen na deze grote prijs. Want we hadden punten gescoord in de vorige race. Er komt ook regen aan, dus dat is wel jammer. Regen op het circuit. In het midden van de race. En dus moeten wij naar binnen voor regenbanden. Maar eerst de start zien te overleven. De formation lap. Gewoon weer zoals het gebruikelijke. Heel veel informatie van Mark Priestley. En dus moeten wij zometeen proberen om vanaf die P13 naar de punten toe te rijden. Gaat nog een lastig worden vanwege die topsnelheid die wij niet hebben. Iedereen is sneller op het rechte stuk. Maar eerst de start. Hoe komen wij weg? En hebben wij misschien schade? Ik hoop het niet. Komen in ieder geval wel heel mooi in de gridslot. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 23 van F1 22. My Team Caremot hier in Frankrijk. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen prima weg. Ocon wat trager dan normaal. En wij zitten al gelijk aan de binnenkant te kijken. Schumacher kan nergens naartoe. En wij vallen ook gelijk Albon aan, jazeker aan de buitenkant. Dat lukt. Alonso en Hamilton hebben het met elkaar aan de stok.
Alonso probeert ook bij Perez te kijken. Dat lukt ook. Albon gooit een tegenaanval. Ocon wou ook even kijken. Alonso schoot daar helaas wat door. We kijken aan de buitenkant van de tweevoudig wereldkampioen. Lukt dat hier dan? Jazeker, maar Hamilton blokkeert ons. En wij kunnen er net niet langs. Maar Alonso wel gepasseerd. Jazeker. Goed gedaan. Maar daar zit Alonso weer terug te komen via de baan eigenlijk. Hoe noem je het? Ik weet het al niet meer. Maar goed. Mag eigenlijk niet volgens de regels, maar toch laten via het toe. Albon dus op een P11, Schumacher op een P12. Wij moeten nu naar Fernando Alonso toe zien te rijden. Hebben al wat momenten onderstuur en overstuur te pakken. Daar moeten wij voor uitkijken namelijk. Wijdere lijn nemen misschien, betere exit hebben. Jazeker, slipstream pakken. Aan de binnenkant, nee, komen net wat snelheid tekort. Terug in de slipstream en hier dan aan de binnenkant zetten in de eerste bocht. Jazeker, en het is P9. 2 punten erbij. Dan zitten we in ronde nummer 4 als Hamilton en Norris het met elkaar aan de stok hebben. En Perez wordt daardoor opgehouden en wij kunnen naar dat groepje toe rijden. Kunnen we hier iets aan de buitenkant? Norris probeert het aan de... Sorry, het is Ricciardo aan de buitenkant. Wij proberen aan de buitenkant ook bij Perez aan te vallen. Die zit dan nog aan de binnenkant en druppels beginnen op het scherm te vallen. En wij hebben Perez ingehaald voor een P8, maar hij komt terug, zie ik. En gaat ook Lewis Hamilton aanvallen. Ricciardo gaat verdedigen. 3 dik hier. Nee, net niet. Maar het was wel even close. Ricciardo en Hamilton. Wij tegen Perez hebben daar een moment overstuur op de exit. Maar knijpen Perez goed af. En dat is een P8. Perez kan wel terugkomen, dat zie ik. Raken elkaar daar een beetje. Een spannende race tot nu toe met heel veel actie op de baan. En de regen gaat vallen op het circuit. De vraag is, hoe heftig? Nou, zeer heftig, want DRS is nu al disabled. Geen DRS en kijk maar. Complete natte baan op het circuit. En wij kunnen hier misschien van gaan profiteren van de pitstop chaos die nu ontstaat. Volgens mij rijdt Carlos Sainz door. En mijn teamgenoot is ook mee naar binnen, jazeker. Goeie pitstop, 2,4 seconden en komen vlak achter Lewis Hamilton weer de baan op. Maar hebben wel wat tijd gewonnen en nu proberen de Brit aan te vallen voor een P10. Voor een punt namelijk. Hebben wel Daniel Ricciardo in onze nek hijgen. Kwang Yu Zhao rijdt nog op de medium band. Die moet nog een keer naar binnen en Hamilton heeft daar last van. Zhao blokkeert Hamilton en wij kunnen daarvan profiteren, jazeker. Een slim moment en Gasly moet ook naar binnen. Hetzelfde geldt voor Dan Ticktum en ik denk dat Charles Leclerc voor ons weer de baan opkomt. En dan zitten we in ronde nummer 7 van de race en Leclerc dus voor ons weer het circuit opgekomen. En dan zitten we in ronde nummer 10 van de race. Als daar Hamilton het probeert aan de binnenkant, maar wij kunnen daar mooi terugkruisen. Raken elkaar daar volgens mij. Jazeker. Een waarschuwing helaas. En nog 17 rondes te gaan. Tot nu toe een flinke strijd voor P6. Het zou onze derde achtereenvolgende puntenfinish gaan betekenen hier in My Team Career Mode. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Maar weet wel, de baan gaat ook opdrogen, want de weersvoorspelling is ook dat het even nat wordt en daarna weer droog wordt. Hamilton aan de buitenkant lukt niet. Wij behouden nog steeds het hoofd koel in deze strijd en nog 16 rondes te gaan in de race. Hier kan Hamilton nog helemaal niks. Schiet er wel een klein beetje door. Maar we behouden onze positie. Dan volgt hier dat rechte stuk. Waarin Hamilton kan aanvallen. Jazeker. Naar de buitenkant.
wordt daar gewoon buiten de baan gedwongen, maar vindt toch een weg natuurlijk over de hobbels. Het aanremmen gaat ook soepel, ja, want wij raken Lewis. Hamilton had verwacht dat wij die bocht niet zouden gaan halen, maar toch hebben wij hem gehaald. En dus moeten we even flink gaan verdedigen van twee rijders, namelijk Ricciardo en Lewis Hamilton. We redden het van Hamilton, redden wij het ook van Ricciardo? Dat is de vraag. We schieten door. Ricciardo wou terugkruisen, alleen had een momentje. En dan zitten we in ronde nummer 14 en dan is het weer tijd voor de droogweerbanden. Waarom? De regen is weg, de regen gaat ophouden en ja, dan krijg je dat. Verstappen en Norris zijn al lang naar buiten voor hun droogweerstop. Oscar is into the pit lane. Oscar in the pits. 2,5 seconden is deze tweede pitstop en komen mooi terug op hun P6. Max heeft nog één pitstop in deze strategie, maar wij gaan proberen met nog 12 rondes te gaan de wedstrijd uit te rijden op deze medium banden. Dit zijn gebruikte mediums. Waarom? Ik had geen nieuwe set over helaas. Vind ik best wel gek, want ik heb geen medium banden in de kwalificatie gebruikt. Dus je zou verwachten van wel, maar blijkbaar niet. Dat is even wat minder. Wat ook minder is, is dat Norris 23,8 seconden voor ons rijdt. Een hele pitstop. Een hele pitstop voor sprong van Lando Norris. En Leclerc komt naar binnen en is weer buiten. En rijdt 26,4 seconden voor ons. Oh, gele vlag. Gele vlag vanwege Lewis Hamilton volgens mij. Lewis Hamilton gaat uitvallen in de race. Staat stil bij sector 1. Ja, Hamilton met nog 10 rondes te gaan valt hij uit in de grote prijs van Frankrijk. Hier is een herhaling wat er is gebeurd. Perez is hem al voorbij en dan is daar een motorisch probleem voor de wereldkampioen. Jammer, maar helaas voor hem. Laatste ronde loopt van de race, zegt Mark Priestley. En dus gaan wij nu druk krijgen van Daniel Ricciardo. Moeten het hoofd zometeen koel zien te houden. De banden gaan er ook aan, dat zie ik. Want er zijn twee mooie strepen op die twee voorbanden. En rechtsonder zie je wat oranje. Dat is de bandenstatus en die is niet zo mooi. Wat ook niet zo mooi is dat Ricciardo DRS heeft. En Ricciardo gaat aanvallen aan de buitenkant. Is er voorbij, maar wij proberen hier diep in te remmen. Terwijl Carlos Sainz weer een race gaat winnen. Het is ongelooflijk. Ferrari is zo dominant en Charles Leclerc pakt dat snelste race ronde af van de concurrentie. Hij finisht op een vijfde plek. Wij moeten dit nog even vol zien te gaan houden. Dan hebben wij P6 binnen in de strijd. En dan klimmen wij meer richting Aston Martin voor het constructeurskampioenschap. Wat wij ook gewoon moeten blijven volhouden. Ik denk dat het gedaan is. Albon pakt 4 punten voor Williams. Wij gaan hier dus als een zesde plaats eindigen in de race. Vol met pitstops. Maar toch goed gedaan, jazeker. En dan is het op naar de volgende race en kijken wat dat dan gaat worden. And that's the end of the race. See you in Parc Fermé. Witnessed some great battles around Paul Ricard today then, and they've taken a fantastic win. So, Natalie, what do you think helped them deliver this result? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean,
We can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those that we've witnessed today. Looking at the podium, you can see that red suit, familiar to fans across the globe, a world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Carlos Sainz wint dus alweer een race in My Team Career Mode. Norris op het podium. Verstappen ook op het podium. Goed gedaan, Charles Leclerc toch nog dat snelste race om het punt gepakt. En wij vinden het dus als een zesde plek. Goed gedaan. Echt goed gedaan. Ricciardo 7, Albon 8, Alonso 9 en Ocon. Pakt dat laatste punt voor Alpine. Mag hij blij mee zijn in zijn thuisrace. Klassement, 49 punten verschil naar Sainz. En ja, de top 2 tot en met de top 5 zit binnen een aantal punten. En wij pakken Aston Martin, jazeker. En klimmen ook de 10e plek binnen. Goed gedaan, de top 10 klimmen wij binnen na deze 3 geweldige races. Waarin wij telkens punten hebben gescoord. Hopelijk kan dat ook in de volgende race. De rivaliteit breakdown, plus 4 voor mij, plus 3 voor Ocon. Staat dus nu 27 tegenover 20. Het gaat de goede kant op, ook met het team acclaim. Piastri is level 10, wij zijn over een race level 13. Het team is dus level 18. 437,800 dollar binnengeharkt door de sponsoren. Helaas heb ik wat schade gereden, 10.000 misgelopen. Jammer. In totaal 1,66 miljoen dollar op de bank. Goed gedaan. Echt goed gedaan. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse Formule 1 content zien op dit kanaal? Gewoon abonneren. Abonneer vooral voor meer. En ram ook op het belletje, zodat je geen enkele race slash video meer van mij mist. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het al mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dan gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Oh,